Ja, hier is Vissie weer en ik ben hier met Remco en dit is wedstrijd van de week. En niet zomaar een wedstrijd, Remco, want het is eigenlijk de allereerste, nou, de tweede beproeving van PSV, toch? Ja, Ajax had het behoorlijk dik gewonnen. Ja, alleen speelden we thuis. Nu uit tegen de moeilijke. Nou. Vertel eens, wat denk je ervan allemaal, Remco? Het is wel de wedstrijd die het weer spannend kan maken. Tenminste, spannender. Ja, want als Feyenoord wint van PSV, dan is ook goede zaken voor Feyenoord natuurlijk. Om mee te lijken. Het alleen probleem van Feyenoord vind ik dat ze eigenlijk geen wedstrijd nog echt goed hebben gespeeld. Maar heeft PSV dat wel gedaan? Ja, maar die winnen. Feyenoord wint trouwens ook wel redelijk. Maar die spelen gewoon... Feyenoord wint er volgens mij met 1-0. En PSV wint alsnog met 5-0. Ook al is het niet helemaal flex, zeg maar. Ja. Nou, weet je wat het is? Ik vind wel dat PSV een heel makkelijke loting heeft gehad tot nu toe. Ja, ze hebben de moeilijkste komen nu nog een beetje. Want voor mij was het nog tegen Heracles uit en dat soort ploegen. Ja, Utrecht uit en wat ik weer... wij hebben eigenlijk... Als Ajax supporter natuurlijk. Wij hebben eigenlijk al best wel een pittig schemaatje gehad. Ook PSV uit natuurlijk. Toch PSV thuis tegen Ajax geweest, hè? Dus dat kan. AZ hebben we al gehad. Wat hè? AZ hebben we al gehad. Ja, AZ. Vitesse uit. Dus ja, dit is... Ik denk dat het nog wel een heel spannende competitie gaat worden. PSV is wel verder gewoon kwaliteit natuurlijk. En ja, ik weet het zelf ook niet. Ja, Feyenoord thuis is wel echt de kuip. Ja, is wel een heksenketel, zeg maar, voor iedereen. Dus. Statistisch gezien heeft PSV altijd moeite bij. Ja, dat zou mooi zijn, want ik zou het leuk vinden als het een beetje spannender wordt in de competitie. Ik vind ook een beetje nep als 14 wedstrijden achter elkaar winnen. Dat, toch? Dat, ja, staat zo zullig, zeg maar. We gaan het gewoon zien. Laat je voorspellingen al achter bij de comments. Gaan wij over naar de wedstrijd. Nou, daar zijn we dan. In de Kuip. De wedstrijd van vandaag wordt van Pommetje vol. Voorzien door Jurie Mulder. En dat is ook wel voor... 12 man, krijgt dat weer het legioen en dat soort dingen weer. Oh my god. Ik denk ook wel dat het helemaal afgeladen is. Ja, met deze formatie stap 5. Staan ze altijd afgeladen, dan spelen ze tegen... Het elftal speelt vandaag met een 4-3-3 systeem. Oh. Is een opstelling met drie middenvelders niet al te kwetsbaar, Jurie. Oh nee. Pereiro. Ik denk geplaatst schot, gewoon rechte hoeken, hè, maar hij gaat gewoon door het midden. Zo, scheids! Verdediger heeft het nakijken. Schietkant van dichtbij. Oh. Als je de bal zo weggeeft. Ik draag dat jij hem weg in kop, want hij vond hem echt kut. Ach nee man, Remco, het is heel slecht. Die bal is scherp. Kom maar. Keeper. Oh, wat een mazzel heb je in het vuur. Hij weet die paas te onderscheppen. Ja, dat gaat nu wel kut. Je kan echt niet meer B-button bezig, want dan krijg je echt een verneukt schot altijd. Want dan heb je die time shooting heb je verneukt. Oh! Oeh, daar ben je nog mazzel mee hoor. Ja, maar hij werd ook afgepakt van een speler die ik niet was. Blijf wel, hè? Daar ben ik ook bang voor, maar ik ga het toch wel eens proberen. Nee, geen buitenspel. Ik dacht, ik ga het nog proberen. Ik dacht ook dat het buitenspel was, want Luc de Jong die zo'n duel, zo'n sprintduel kan winnen. Echt dat dan? Ja. Ja, daarom doe ik een stiffie, want ik heb gewoon geschoten. Ik dacht, ja, hij wordt toch afgefloten. Ja. Goed begin, het halve werk. Vilena, Klaasie. Wat is dit nou weer? Gaan we, het momentum, ik voel hem. Berghuis. Die paas wat onderschept. Jezus. Een hakkie. Hij doet me een hakkie. Gaston Pereiro. Hoe jij dat? De verdediging geeft heel veel ruimte weg. Ja, ik deed het wel expres uit hakkie, maar... Hij slaagt erin. Als je het zo mooi ging doen, is altijd de vraag, hè. Dank je. Oh, dank je. Oh my god. Nou, what the fuck. De bal een touwtje, man. Wat is het nou, zeg? Wie gaat er nu mee vandoor? Wat een slechte wedstrijd tot nu toe eigenlijk. Hier ging Lozano. Oh, dat ook niet. Bal voor het doel. Oh nee. De bal komt diep. Oh, dat was bij het begin van FIFA 19 goal, hè. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Volgeraakt. Natuurlijk, natuurlijk, dat kan, hè. En nee, dat gaat niet lukken van die afstand. Goed gepakt, keeper. Die paas wordt doorzien. Prima. Ik heb de beker nog amper aangeraakt van verdedigen. Ik krijg hem gewoon in mijn voeten de hele tijd.
De bal wordt in de 16 gepompt. Een doelpoging uit die... Dat was ook een goal in het begin, hoor. Als we zo doorgaan, zal er op een gegeven moment toch wel ingaan. Doornstra. Oeh, als je de andere kant op liep, dan gaat het kraaitje. Twee minuten extra tijd slechts. Daar stond Pereiro. Echt een paas over één meter. PSV zal tevreden zijn met het verloop van de eerste helft. Drie wissels. Ik ben benieuwd of de tweede helft net zo'n succes wordt. Dan heb ik hiervoor geen blessure zo meteen en dan kan ik gewoon lekker doorgaan. Die wordt vrijgespeeld in de diepte. Hoog voorzet. Bij de tweede paal. Hoge man. Zo goed was hij ook weer niet. Ziet er gevaarlijk uit. Zo! Keeper! Dat is gewoon een harde poeier. Je hebt toch een redelijk matige keeper. Toch Bijlo ook niet. Voor het doel gebracht. Goed geprobeerd en dit is zijn uiterste best om met zijn ogen die bal te komen. Heel erg slecht, maar dat komt niet water. Nee, dat komt even. Hij kon gewoon niet naar beneden knikken. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jury. Die is er vandoor. Komt niet meer bij. Wat een leuk balletje was dat. Berghuis. Oh, lekker. En die gaat mee. Die had toch geschoten, zeker of niet? Oh, ja. Op dit moment, ja. Dan krijg je een andere verkeerde been natuurlijk. En dan... Er ligt ruimte aan de zijkant. Dat wil ik niet. Oh, ja. Ik kan niet elke keer, hè. Nou, toch wel. Oh. Ik had gedrukt. Ik wilde pasen. Gevaar voorbij. Oh. Dan ja. Nou, geef me die vrije trap maar. Vrijheid. Ik had geen voordeel, scheids. Ik gaf hem expres aan jou, zodat ik die vrije trap kon nemen van vandaag. Er lag ruimte voor een snelle tegenstoot. Ja, nu word ik genaaid door de game. Het komt ook precies uit. Het komt precies... Oh. De gelijkmaker zeg, maar die wordt vakkundig om zeep. Wat? Ja, dit soort opgelegde kansen krijg je maar een paar keer per wedstrijd. Wat? Dan moet je de trekker overhalen. Ik ging voor die vrije trap en ik word echt gewoon nog genaaid. Wat een kans! Dat was mijn eerste kans, eigenlijk, echt. Ja, maar die kans had er nooit mogen komen, want ik ging voor die vrije trap. Ja, maar het is... De computer weet gewoon dat jij vuil spel doet. Hij slaat erin, die paas eruit halen. Nou, hoeveel vrije trap heb ik nou gescoord in deze game? Nog een 1. 1, 2. Een heerlijke bal. Zou moeten voorzetten. Stuur de hele achterhoede... Oh nee, dat is... Dat is een penalty op zich. Oh nee! Heel goed. Ik kan gewoon moeten poeieren. En dan wil ik gewoon weer plaatsen en dan zie je wat er gebeurt. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor te doen. Nee, via... Nou, hij komt niet aan. En de ploeg staat nog achter. Ja, defensie blijven open, hoor. Het publiek stelt... Steven Berghuis! Met gevoel gegeven. Ja. Hij gelijk. Wat een goal! Wat een goal! Of niet? Hij komt wel heel mooi, de voorzet. De voorzet was echt heel goed. Er komt niks te doen, ja, die paas is gewoon goed, ja. De redding was daarentegen echt dramatisch, maar de paas was heel goed. Uit, is dat nog een overtreding, of... Het schot! Ach, jongens, een blubberschot ook. Er is niet lang meer te spelen. Ja, dankzij de helderrol van die keeper kunnen ze nu zelfs de overwinning nog pakken. Oh nee. Oh nee, ik voel hem glippen. Ik voel hem opeens glippen, er gebeurde hem. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Er zijn nog steeds mogelijkheden om dit uit te spelen. En ik kan mij ook niet gewoon weg. Ik heb wel gewoon Lozano, hè. Supersnel. Maar dan mag je de bal nooit zo op het doel af. Nou. Nou, ik was echt zo... Ja, ik was er door, ja. Dat zag ik. Ja, hè? Ja, nee, maar ik wou hem ook doorsteken, maar hij deed het niet. Oh, wat een kans. Met dit gelijke spel wordt de nek aan nek race. Mag nog steeds wel geluk zeggen dat ik geluk heb, maar. Nou, weet ik niet. Ik heb ook niet echt heel veel gecreëerd. 1-1. Dat kan ook trouwens een klassieker zijn. Nou, ik weet niet of een klassieker is dit. Maar dat kan ook een klassieker zijn, toch? 1-1. Gewoon echt saai is, gewoon kut is. Gewoon een schaakspel de hele tijd op het veld. En op het laatst zonder even een goaltje meepakken en is ook klaar. Ja. Stadion gek, want ja, dan. Ja. 1-1, nou ja, het zou kunnen. Het zou zomaar kunnen. Het is niet zo'n heel rare voorspelling dit. Maar zou PSV voor de 14e keer op rij gaan winnen? Dat gaan we zien. Laat jouw voorspelling eventjes achter bij de comments. Trouwens, wat voorspel jij? Ik
denk dat PSV wel gaat winnen, helaas, maar ik denk het. Ik vertrouw op die gelijkspel. We gaan het zien. Later.